السلام عليكم ورحمة الله. جمعة کا وقت ہے، نعرے نہیں لگانے، اذان. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bij de genade van Allah begint de jaarlijkse bijeenkomst van de Britse Ahmadiyya-gemeenschap vandaag. Bij de genade van Allah zijn er ongeveer 4 decennia verstreken sinds de jaarlijkse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de aanwezigheid van Khilafat hier. Aanvankelijk had de gemeenschap veel te leren vanwege de grootschalige voorbereidingen waarvoor Hazrat Khalifatul Masih de Vierde, Rahimahullah, persoonlijke aandacht had door leiding te geven. En daarnaast werden ervaren personen uit Rabwa geroepen om het werk te leren, waaronder Afsar Jalsa Salana Chaudhry Hamidullah Sahib. Hij assisteerde ook veel. In 1985, de eerste jaarlijkse bijeenkomst die hier plaatsvond in de aanwezigheid van Hazrat Khalifatul Masih de Vierde, rahimahullah. Daarvoor werd er een gehouden in 1984, maar die was erg kort. Tijdens de eerste formele jalsa, die plaatsvond in 1985, waren er slechts 5000 mensen aanwezig. En zelfs toen had de administratie veel zorgen. Iedereen maakte zich zorgen over hoe ze het voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar nu, door de genade van Allah, is de opkomst bij de ishtema's van Ghudam al-Ahmadiyya alleen of die van Lajna-e-Maila veel groter dan dat. En deze hulporganisaties runnen ze op een prachtige manier. Vandaar dat de Britse gemeenschap in dit opzicht zeer ervaren genoeg is geworden om ze te organiseren. Aangezien het 3 jaar geleden is dat er een volledige jalsa heeft plaatsgevonden, maakte de administratie zich bij deze gelegenheid opnieuw zorgen of ze wel in staat zouden zijn om de voorspelde opkomst van meer dan 40.000 mensen op te vangen. Maar bij de genade van Allah de Almachtige heb ik goede hoop dat de werknemers in staat zullen zijn om hun taken op een uitstekende manier uit te voeren. Mashallah, degenen die hier wonen, in feite zelfs degenen die hier geboren en getogen zijn, die nu een leeftijd hebben bereikt waarop ze hun taken met passie en begrip kunnen uitvoeren, zijn ervaren genoeg geworden om hun taak op de beste manier te vervullen. Afgelopen zondag inspecteerde ik ook het werk dat tot dan toe was uitgevoerd. En door de genade van Allah vond ik dat de arbeiders op elke plaats en elke afdeling goed voorbereid waren en zich bewust waren van hun rol. Dus met de genade van Allah werden alle zorgen weggenomen. Wat betreft de bezorgdheid over tekortkomingen die aan het licht zouden komen, omdat de jalsa na een onderbreking weer op grote schaal wordt georganiseerd, inshallah zullen deze zorgen van de administratie ook worden weggenomen, op voorwaarde dat onze focus altijd gericht blijft op het verkrijgen van de zegeningen van de Almachtige God.
Geen van onze werken worden bereikt door onze bekwaamheid of ervaring, maar puur door de genade van Allah de Almachtige. In de vorige preek heb ik ook kort tegen de werknemers gezegd dat volgens de leringen van Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam elke werknemer en opzichter zijn taken moet uitvoeren met hard werk. Een uitstekende moraal, gebeden en terwijl hij de hulp van Allah de Almachtige inroept. Wanneer dit gebeurt, zal Allah de Almachtige zijn zegeningen laten neerdalen. We hebben ons belangeloos gepresenteerd om de gasten van de beloofde Messias alaihissalam te dienen, die hier puur om religieuze redenen naartoe zijn gereisd. Dus ik herhaal nogmaals dat de passie waarmee jullie jezelf hebben gepresenteerd om te dienen, terwijl jullie die passie hoog houden, hoeveel dagen jullie ook dienst hebben, maak het af en waar jullie de rechten vervullen van het dienen van de gasten, vergeet nooit dit feit, dat we de rechten moeten vervullen van het aanbieden van Allah de Almachtige. We moeten onze gebeden beschermen en we moeten ernaar streven om onszelf puur te maken, door op elk moment voordeel te halen uit deze atmosfeer. Alleen door het vervullen van je plichten moet je nooit denken dat we ons doel hebben bereikt. Zonder aanbidding kan ons doel niet bereikt worden. Dus die kinderen, jongeren, mannen en vrouwen die dienst hebben, moeten ook onthouden dit recht te vervullen. Hierna wil ik vandaag een paar dingen zeggen voor de gasten die naar de Jalsa zijn gekomen. Iedere bezoeker van de Jalsa moet altijd in gedachten houden dat ze de dingen die ik ga zeggen niet als louter formaliteit moeten beschouwen. Dat ik ze simpelweg gezegd heb en jullie ze simpelweg gehoord hebben en dat het genoeg is. Dat kan niet het geval zijn. In feite is het noodzakelijk om deze dingen ook uit te voeren. De eerste en belangrijkste zaak is dat alle die hier gekomen zijn om deel te nemen aan de Jalsa zich de uitspraak van de beloofde Messias herinneren. Dat deze Jalsa niet is zoals andere wereldse bijeenkomsten. Er is een doel waarvoor we de Jalsa bijwonen. En dat doel is om onze spirituele, intellectuele en morele staat te verbeteren. Om liefde voor Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam in onze harten te vestigen. Als dit de mentaliteit is, dan zullen we niet gefocust blijven op wereldse zaken. En als onze focus niet op wereldse dingen ligt, dan zullen de gasten, zelfs als er bepaalde tekortkomingen zijn in bepaalde regelingen van de Jalsa, deze niet eens voelen. Ze zullen denken dat zelfs als er een tekortkoming is aan de kant van hun gastheren of de organisatoren van de Jalsa, het voor hen geen verschil maakt. Hun doel is om hun spirituele en intellectuele staat te verbeteren, wat bereikt kan worden door te profiteren van het verloop en toespraken van de Jalsa.
Daarom is het eerste punt dat elke persoon die de Jalsa bijwoont er zeker van moet zijn dat hij niet ronddwaalt tijdens de Jalsa. En in plaats daarvan luistert naar het hele verloop van de Jalsa. Vervolgens, tijdens de pauzes, tussen de Jalsa-sessies om te eten, te bidden en vrienden te ontmoeten, moet die tijd ook gebruikt worden op de meest efficiënte manier. Als er wat vrije tijd is, moet deze niet worden besteed aan winkelen in de bazaar. Maar de afdeling publicaties heeft kraampjes opgezet voor de boeken van de jamaat en deze moeten worden bezocht. Op dezelfde manier hebben verschillende centrale afdelingen tenten zoals Mahsanet Asawir, de Review of Religions, Tabligh en de Archive Exhibitie. Je zou deze moeten bezoeken om je kennis van het geloof en de geschiedenis te verbeteren. In wezen moet je jezelf volledig losmaken van wereldse verwikkelingen en streven naar de verbetering van geloof en intellect. Wanneer dit gebeurt, zal het ook de wederzijdse liefde en relaties verbeteren. Zelfs als er tekortkomingen zijn in de administratie, gastheren of organisatie, dan zullen die niet worden opgemerkt. Er zal een prachtige sfeer ontstaan die een ware sfeer van gelovigen weerspiegelt. Als we dit niet bereiken, dan kunnen we niet de sfeer creëren die de Jalsa teweeg moet brengen. Als mensen beginnen te zoeken naar zwakheden en beginnen te klagen, dan kunnen er in zo'n grootschalige en tijdelijke operatie tientallen dingen ontstaan om over te klagen. Er kan geen perfectie zijn. Er kunnen veel tekortkomingen zijn die onrust veroorzaken. Zo is er bijvoorbeeld de afdeling voedselservice, waar het algemene doel is om het de gasten zo gemakkelijk mogelijk te maken als het gaat om het serveren van eten. Of dat nu is door ervoor te zorgen dat er geen tekort is aan het eten dat wordt geserveerd of de vrijwilligers die het eten op de juiste manier aan de gasten serveren. En dat alles met een hoge moraal. Soms kan er echter een afwijking zijn in de schatting en kan het zijn dat het eten niet in de juiste hoeveelheden beschikbaar is, maar in plaats van boosheid te uiten, moeten de verontschuldigingen van de medewerkers van harte worden geaccepteerd. Wat is het voorbeeld dat de beloofde Messias, alayhissalatu wassalam, ons geeft wanneer zulke omstandigheden zich voordoen? Ik zal in dit verband een voorval uit zijn leven laten zien, dat als volgt is opgetekend. Op een keer, tijdens een reis, was de beloofde Messias druk met zijn werk en at daarom het avondeten niet op het moment dat het werd opgediend en de andere gasten aan het eten waren. De vrijwilligers serveerden het eten en namen het later ook weer mee, zonder te beseffen of de beloofde Messias had gegeten of niet. De organisatoren letten er ook niet op of de beloofde Messias had gegeten, omdat hij druk had met zijn werk. Niettemin, toen de nacht vorderde en de beloofde Messias honger begon te krijgen, vroeg hij of er eten was, waarop de werkers uiterst bezorgd werden. Ze werden ongerust, omdat al het eten opgegeten was door de andere gasten en de arbeiders, en er niets meer over was. Het was laat in de nacht en de winkels waren ook gesloten, en dus kon er ook niets besteld worden bij een hotel. De
De beloofde Messias kwam op de een of andere manier te weten dat het eten op was en dat de organisatoren angstig aan het werk waren om snel iets te koken. De beloofde Messias zei, je hoeft je geen zorgen te maken. Er moeten nog wat restjes plat brood op tafel liggen. Breng die maar mee. En zo at hij die overgebleven stukken plat brood op en troostte de arbeiders. De verteller zegt, als de beloofde Messias ons had opgedragen om op dat moment eten te koken, dan zou dat een bron van eer voor ons zijn geweest. En we zouden het met grote trots hebben gedaan, omdat we het zagen als de nieuwe kans om te dienen, die vol zegeningen is. Hij voelde echter dat het moeilijk voor ons zou zijn om dit te doen en hield ons tegen door te zeggen dat het niet nodig was. Dit is dus het voorbeeld dat we in gedachten moeten houden. Als we niet op de geplande tijd komen voor het eten, dan moeten we niet klagen en eten wat er beschikbaar is. Soms wordt er, als de stoofpot klaar is, snel wat linzensoep gekookt. Omdat het makkelijk en snel te maken is, zodat geen enkele gast hongerig blijft. Daarom moeten de gasten er ook vrolijk van eten. Op dezelfde manier leerde de beloofde Messias ook de les dat plat brood niet verloren mag gaan. De beloofde Messias wist dat mensen stukken plat brood laten liggen. Daarom vroeg hij om ze te brengen, zodat hij ze kon opeten. Ook hier zal ik tegen de gasten zeggen dat degenen die het plat brood maken, hun best doen om het best mogelijke plat brood te maken. Maar het is mogelijk dat er in sommige gevallen stukken zijn die een beetje te weinig gebakken zijn of een beetje aangebrand. En dus alleen in extreme omstandigheden kunnen ze worden achtergelaten. Maar over het algemeen zou dit niet het geval moeten zijn. Zelfs als er kleine vlekjes zijn, mag het platbrood niet worden weggegooid. Er is hier een rotifabriek waar vrijwilligers met veel tijd en moeite werken en elk jaar worden nieuwe verbeteringen aangebracht. De gasten moeten onthouden dat de mensen die het eten koken of het platbrood maken geen professionals zijn op dit gebied, maar vrijwilligers met verschillende beroepen. En daarom moet de oprechtheid en passie waarmee ze dienen altijd worden gewaardeerd. Het tonen van een hoge moraal, vriendelijk zijn, elkaar met een glimlach tegenmoet treden en offers brengen voor anderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van vrijwilligers, maar de gasten moeten hier ook speciaal op letten. Zonder moraal is er niets. Een vreedzame atmosfeer kan niet alleen tot stand worden gebracht door de goede zeden van de werknemers. Maar alle deelnemers aan de Jalsa moeten goede zeden tentoonspreiden. Zowel de dames als de heren moeten zich hiervan bewust blijven. Eerder verwees ik naar een hadith dat glimlachen een deel van het geloof is. Glimlachen is een vorm van liefdadigheid. Dit moet altijd onthouden worden. Met betrekking tot de verwachtingen van de beloofde Messias als het gaat om het tonen van een hoge moraal, met betrekking tot gasten op de Jalsa verklaart de beloofde Messias het volgende. Ik zeg met nadruk dat iemands geloof pas goed kan zijn als hij zoveel mogelijk het comfort van zijn broeder verkiest boven dat van zichzelf. Als een broeder van mij voor mij op de grond slaapt, hoewel hij ziek en zwak is, terwijl ik, die gezond en wel ben, bezit neem van het bed, zodat hij er niet op zit, hoe ellendig is dan mijn toestand? En
En hoe ellendig zou mijn toestand zijn als ik niet zou opstaan en hem uit liefde en mededogen het bed zou geven, terwijl ik de voorkeur geef aan de vloer voor mezelf. Als mijn broeder ziek zou zijn en pijn zou lijden, hoe jammerlijk zou mijn toestand dan zijn als ik in zo'n situatie comfortabel zou slapen en niet mijn best zou doen om hem verlichting en troost te brengen. En als een broeder in het geloof hard tegen me spreekt uit hoogmoed, dit is erg belangrijk voor de Jalsa. Hoe zielig zou het dan zijn als ik ook willens en wetens hard tegen hem zou reageren. Integendeel, ik zou geduldig moeten verdragen wat hij zegt en ernstig voor hem smeken in mijn dagelijkse gebeden. Huilend, want hij is mijn broeder en is geestelijk ziek. Als mijn broeder naïef is, of niet erg geleerd, of uit naïviteit een fout maakt, moet ik hem niet belachelijk maken, of overhaast boos op hem fronsen, of uit kwade opzet anderen over zijn tekortkomingen vertellen. Dit zijn allemaal wegen naar het verderf en niemand kan een ware gelovige worden, tenzij hij teder van hart is en zichzelf beschouwt als de meest nederige in vergelijking met alle anderen. En tenzij al zijn hoogmoed ver verwijderd is, dienstbaar zijn aan de mensen is een kenmerk van hen die voorbestemd zijn om te lijden en de armen vriendelijk toespreken. En nederig buigen is het kenmerk van hen die door God worden aanvaard. En onheil beantwoorden met weldadigheid is een teken van geluk. En het onderdrukken van woede en het verdragen van harde woorden zijn daden van uiterste moed. Dit was de algemene leiding die de beloofde Messias aan zijn volgelingen gaf. Dit zijn de fundamentele zeden die te alle tijden tentoongesteld zouden moeten worden. En ze zouden vooral tijdens de dagen van Jalsa verhoogd moeten worden. Als we deze dingen tijdens deze 3 dagen in praktijk brengen, dan zullen we tenminste tot op zekere hoogte de gewoonte ontwikkelen om ze in praktijk te brengen. En dan zullen we in staat zijn om ze in ons dagelijks leven toe te passen. Dit is echter afhankelijk van de mentaliteit. Ik ging naar de Jalsa om mijn spiritualiteit en moraal te hervormen. Het is de mentaliteit van wat heb ik geleerd door naar de Jalsa te gaan, die voortdurend een mooie samenleving kan vestigen, die de vervulling van de rechten van anderen zal bevorderen. Een ander voorrang geven boven zichzelf is geen gemakkelijke taak. Het vereist een grote strijd. Dit is waarom de beloofde Messias zei dat deze zaak gerelateerd is aan het geloof. Het geloof van een persoon kan niet oprecht zijn als hij niet de kwaliteit van opoffering en het vervullen van de rechten van anderen in zich heeft. Allah de Almachtige bepaalt niet dat iemand een grote beloning verdient alleen op basis van kleine dingen. In feite schenkt hij in overvloed aan degenen die uitblinken in het streven. Het vervullen van de rechten van anderen is een zeer moeilijke taak. En daarom zegt de beloofde Messias: een persoon is misschien in staat om de rechten te vervullen die hij aan Allah verschuldigd is. Maar het vervullen van de rechten van anderen is erg moeilijk. En dus moet iedereen de mentaliteit aannemen om zijn broeders voorrang te geven boven zichzelf. Als ieder van ons deze mentaliteit aanneemt met de gedachte dat de rechten van anderen vervuld moeten worden om het behagen van Allah de Almachtige te bereiken, dan zal de samenleving er een van liefde en genegenheid worden. De uitdrukking van deze liefde en genegenheid zal niet alleen beperkt blijven tot de 3 dagen van Jalsa, maar iemands hele leven wordt een voorbeeld van liefde en genegenheid. Hoe mooi is inderdaad de leiding die de beloofde Messias gaf voor de vestiging van zo'n zuivere samenleving.
Hij zei dat het meelijwekkend zou zijn als iemand hard zou spreken en zijn antwoord net zo hard zou zijn. In plaats van hard te reageren, zou hij voor hem moeten bidden. Dit is de samenleving die de islam nastreeft en die de beloofde Messias in zijn volgelingen wilde zien. De beloofde Messias heeft zo mooi verklaard. Dat als er slechte eigenschappen in een persoon worden aangetroffen, hij spiritueel ziek is en het iemands verantwoordelijkheid wordt om hem te genezen of ervoor te zorgen dat hij genezen wordt. Dit is niet alleen voor de reformatie van anderen, maar ook voor onze eigen reformatie. In feite geldt dit meer voor ons dan voor anderen. Omdat iemand alleen de spirituele ziekte van een ander kan genezen als die persoon zelf eerst van die ziekte genezen is. Om deze ziekte te voorkomen, moeten we dus vermijden fouten in anderen te vinden, teder worden voor anderen en elke arrogantie in onszelf uitroeien. Daarom moeten zowel de gastheren als de deelnemers van de Jalsa hier goed over nadenken, als we ernaar streven om elkaars fouten over het hoofd te zien en een omgeving van vrede en mededogen te creëren, dan zullen deze 3 dagen het doel bereiken waarvoor we bijeen zijn gekomen. Soms ontstaat er vijandschap over de meest triviale zaken, waardoor er een sfeer ontstaat waarin mensen elkaar uitschelden of soms escaleren tot fysieke woordenwisseling. Als dit de omgeving is die mensen wensen en ze hun emoties niet onder controle willen hebben, dan is het beter dat ze de Jalsa niet bijwonen. Ook als de plichtgetrouwen zichzelf niet kunnen beheersen, moeten ze geen taken uitvoeren. Er zijn vooral problemen met het verkeer. Er is weinig ruimte om te parkeren. Parkeerplaatsen worden beschikbaar gesteld op basis van het aantal auto's. Maar dit jaar zullen er misschien meer auto's zijn waardoor de ruimte beperkt is. Als sommige mensen naar verschillende plaatsen worden gestuurd om te parkeren, dan moeten ze meewerken en dit doen. Over het algemeen, bij de genade van Allah de Almachtige, zijn mensen coöperatief omdat dit de training is van de leden van de jamaat, bij de genade van Allah. Er zijn echter mensen die opvliegend zijn of die denken dat ze een deel van het programma zullen missen door naar een andere locatie te gaan, omdat ze vertraging zullen oplopen bij het bereiken van de Jalsa-locatie. Zulke mensen moeten rekening houden met de beperkingen van de organisatoren. Als ze zo bezorgd zijn over de Jalsa, dan zouden ze op tijd moeten komen. In plaats van lastig gevallen te worden door zulke mensen, moeten degenen die dienst hebben proberen om hen op een liefdevolle manier dingen uit te leggen. Mogen Allah de Almachtige het zo maken dat er geen enkel geval ontstaat van mensen die hard zijn tegen elkaar. Mogen Allah de Almachtige de gasten in staat stellen om te voorkomen dat de werknemers op de proef worden gesteld. En mogen Allah de Almachtige de werknemers verdraagzaamheid schenken. Mogen Allah de Almachtige het zo maken dat deze 3 dagen niet alleen beperkt blijven tot het zingen van hymnen en gedichten van liefde en genegenheid, maar dat de training die tijdens deze 3 dagen wordt verkregen de oprichting van een dergelijke samenleving stimuleert, die een omgeving van liefde en genegenheid koestert, wat het kenmerk is van een islamitische samenleving. De beloofde Messias heeft bij verschillende gelegenheden voortdurend onze aandacht gevestigd op het ontwikkelen van zulke zuivere gedachten, van deugd en vroomheid. Op 1 voorbeeld, terwijl hij gasten adviseert over hun verantwoordelijkheden en de aandacht vestigt op het ontwikkelen van zuivere gedachten, zegt de beloofde Messias: men zou deugdzame daden uitsluitend moeten verrichten, die God Allah koos, en
om God de Almachtige te behagen en zijn geboden te vervullen, ongeacht of het beloning oplevert of niet. Geloof kan alleen compleet zijn wanneer deze gedachte en dit idee geëlimineerd is. Met andere woorden, men moet er niet aan denken om zulke dingen alleen maar te doen om een beloning te krijgen. Nee, in feite zou het gedaan moeten worden om het plezier van Allah de Almachtige te bereiken. De beloofde Messias stelt, hoewel het waar is dat de Almachtige God geen enkele daad van deugdzaamheid verloren laat gaan, maar de beloning mag niet het doel zijn van hen die dat doen. Zie je, als een gast hier alleen komt, omdat hij denkt dat hij zich zal kunnen ontspannen, hij koude dranken zal krijgen, of hij luxe eten zal krijgen, dan is hij alleen voor deze dingen gekomen. Het is echter al de verantwoordelijkheid van de gastheer om zo gastvrij mogelijk te zijn en elke tekortkoming in dit opzicht te vermijden en zoveel mogelijk gemak te bieden. En dat doen ze zeker. Maar als de gasten deze verwachting zelf hebben, is dat een belangrijke schade voor hen. Dit is de mentaliteit waar gasten rekening mee moeten houden. Er zijn gasten die hier in het Verenigd Koninkrijk geen familie hebben en daarom in de accommodaties van de jamaat verblijven. Maar soms stellen ze zulke eisen aan accommodatie dat het moeilijk is om eraan te voldoen. Op dezelfde manier zijn er andere voorzieningen die niet kunnen worden verstrekt. De organisatie van Jalsa Salana is zo groot dat het onmogelijk is om zulke dingen te verstrekken. De meeste mensen hebben hier begrip voor. 2 dagen geleden nog kwam er een familie naar me toe die, ondanks dat ze de administratie ruim van tevoren op de hoogte hadden gesteld, geen accommodatie konden krijgen door een miscommunicatie. En dus regelden ze het zelf bij een familielid thuis, ondanks dat het huis van hun familielid erg klein is, waardoor ze matrassen of lakens op de grond moeten leggen om op te slapen. En zowel de gastheren als de gasten moeilijkheden zouden hebben gehad, zijn ze blij omdat ze in ieder geval de Jalsa kunnen bijwonen. Ze zeiden deze dingen op een joviale manier en pas toen ik ernaar vroeg, vertelden ze me. En klaagden niet. De meeste gasten zijn zo. Maar er zijn anderen die mij komen ontmoeten en hun karakter kennende denk ik niet dat ze in staat zullen zijn om in de jamaat accommodaties te verblijven. Toch blijven ze er graag in ondanks dat ik het tegenovergestelde denk. Dat ze er misschien niet in zullen kunnen verblijven, maar ze doen het toch. En ze doen het gelukkig. En zulke mensen zijn in de meerderheid. Maar er zijn ook mensen die veel klagen. Als zij deze dagen vrolijk doorbrengen omwille van Allah de Almachtige, dan zal Allah de Almachtige hen op andere manieren zegenen. Wat betreft de accommodatie hier, of het nu tenten zijn of gemeenschappelijke ruimtes, ik geloof dat ze allemaal vol zitten door het grotere aantal mensen. En dus is het mogelijk dat er regelingen getroffen moeten worden die wat moeilijkheden met zich meebrengen. Maar zelfs die regelingen zouden gelukkig geaccepteerd moeten worden door de gasten. In ieder geval, zoals de beloofde Messias heeft verklaard, is het de verantwoordelijkheid van de gastheren om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de gasten gemak wordt geboden en mogen Allah de Almachtige de beste beloning schenken aan de gasten voor het verdragen van kleine moeilijkheden. Zij moeten dit in gedachten houden en proberen dit van Allah de Almachtige te verkrijgen. Wat heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onderwezen over het vestigen en verspreiden van vrede en veiligheid in de samenleving? Eens ging er een persoon naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wat is de beste islam? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: het voeden van de behoeftigen en salam zeggen tegen iedereen, of je ze nu kent of niet. Subhanallah,
Dit is het prachtige principe voor het vestigen van liefde en broederschap, vrede en veiligheid in de samenleving, dat indien geïmplementeerd kan leiden tot een samenleving die vrede en veiligheid bevordert. Veel van de onrust in de wereld is te wijten aan het feit dat de armen armer worden. Zelfs vandaag de dag zijn er miljoenen mensen die niet eens twee maaltijden per dag krijgen. Als ze al eten, dan hebben ze geen huis. Deze dingen komen zelfs hiervoor. In landen als het Verenigd Koninkrijk, die als rijke landen worden beschouwd, hoewel ze niet meer dezelfde rijkdom hebben als vroeger, toch zijn ze veel beter af dan vele anderen. Er zijn duizenden mensen, zelfs kinderen op straat, omdat ze door de inflatie geen voedsel of onderdak kunnen vinden. Het is een fundamentele leer van de islam om de hongerigen te voeden. Als moslims dit principe eens zouden begrijpen en hun leiders de rechten van hun volk zouden eerbiedigen en in plaats van rijkdom voor zichzelf te vergaren, de behoeften van de armen en behoeftigen zouden vervullen, dan zouden de rusteloosheid en onrechtvaardigheden uit de samenleving verdwijnen. Tegenwoordig verspreidt veel onrust zich juist om deze reden. Daarna instrueerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om salam te zeggen. Ik heb eenvoudigweg als een aanvullend punt vermeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg op om de groet salam algemeen te maken in de samenleving. Het overbrengen van salam is niet slechts een verbale uiting, maar wanneer een persoon salam zegt vanuit zijn hart, denkt hij ook aan het overbrengen en verspreiden van vrede. Zulke mensen hebben ook positieve gevoelens voor elkaar. En ze streven en bidden om de moeilijkheden van anderen weg te nemen. Tijdens deze dagen zou iedere Ahmadi er dus naar moeten streven om de boodschap van vrede te verspreiden. Om er een gewoonte van te maken om vrede zijn met u te zeggen en om wederzijdse gevoelens van positiviteit tot stand te brengen. Mensen ontmoeten elkaar graag en zeggen hoffelijk salam tegen degene die hen een of ander voordeel verlenen of zij ontmoeten graag degene met wie zij een relatie hebben. Maar echte vrede en veiligheid ontstaat wanneer mensen die vijandschap jegens elkaar koesteren, die vijandschap wegnemen. En het gebed van vrede voor elkaar uit hun harten komt. Tijdens deze jalsa zouden zulke mensen zich moeten inspannen om hun vijandschappen te verwijderen en vrede over te brengen. En ze zouden in het algemeen vrede moeten verspreiden in de hele atmosfeer. Mogen Allah de Almachtige iedereen in staat stellen hiernaar te handelen en mogen de omgeving van de jalsa er een van vrede en veiligheid zijn. Mogen een hoge moraal en het vervullen van de rechten van anderen een permanent aspect van ons leven worden. Ik wil ook de aandacht vestigen op enkele algemene punten met betrekking tot de organisatie van de jalsa die iedereen in gedachten moet houden. Het eerste punt is dat je moet proberen om rustig en aandachtig naar het verloop van de jalsa te luisteren. Het moet niet zo zijn dat je naar sommige sprekers luistert en naar anderen niet. Ik heb ook al eerder gezegd dat je aandachtig bij de jalsa moet komen zitten. De beloofde Messias heeft zijn grote ongenoegen geuit over het feit dat mensen naar sommige sprekers luisteren omdat ze de voorkeur geven aan hun gepassioneerde oratie, maar vervolgens niet naar anderen luisteren. De sprekers bereiden hun toespraken met grote inspanning voor. Alle deelnemers aan de jalsa moeten deelnemen aan het hele programma van de jalsa en ernaar streven spiritueel en intellectueel voordeel te behalen. Dan moet je ook speciale aandacht besteden aan het gedenken van Allah en het aanroepen van de groeten aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de dagen van jalsa. Dit zijn op dit moment de dagen van Muharram en vandaag is het de 10e van Muharram en Durood Sharif moet worden gereciteerd. Het moet gereciteerd worden met de gedachte dat Allah de Almachtige de status en rang van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mag blijven verhogen, dat hij zijn boodschap succes en overwinning mag blijven schenken.
dat hij zijn goddelijke wet blijvend mag maken en deze suprematie mag verlenen, dat wij mogen profiteren van de gebeden die hij deed voor zijn ummah en dat Allah de Almachtige deze ummah mag redden van alle vormen van verslechtering. Wat is er vandaag de dag dat moslims niet doen in de naam van Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam? Ze hebben de islam belasterd. Mogen Allah de Almachtige hen begrip schenken en mogen zij de imam van het tijdperk accepteren. Gebeden worden vooral op vrijdag geaccepteerd. Dus houd dit in gedachten als je aan het bidden bent. Op deze dag was het in de naam van Allah de Almachtige en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam dat zogenaamde moslims vredheden toebrachten aan het geestelijke en lichamelijke nageslacht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Nu begaan deze mensen dezelfde vredheden tegen het geestelijke nageslacht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de gemeenschap van de beloofde Messias. De situatie in Pakistan is deze dagen extreem pijnlijk. Tegenstanders proberen de jamaat van alle kanten schade toe te brengen. En ze beweren dat ze dit doen vanwege hun liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en dat God verhoede Ahmadis schuldig zijn aan het plegen van Gods lastering tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ons geloof is echter geworteld in het feit dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het zegel der profeten is en dat het noodzakelijk is om te geloven in de wet die hij heeft gebracht. In werkelijkheid zijn wij degenen die naar het bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hebben geluisterd en de beloofde Messias en Imam Mahdi die zou komen hebben aanvaard. Met betrekking tot de mate waarin de beloofde Messias van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield en de schenking van Allah de Almachtige als gevolg daarvan, verklaart de beloofde Messias in dit verband: op een keer gebeurde het dat ik volledig verloren was in het reciteren van Durood Sharif. Met andere woorden, het zenden van groeten aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor een langere periode. Ik was ervan overtuigd dat de wegen van God zeer fijn zijn en de enige manier om ze te vinden is door middel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals God zegt, waarvan de vertaling is: en zoek de weg om tot hem te naderen. Toen, na een tijdje, zag ik in een visioen dat er twee waterdragers kwamen. Eén kwam mijn huis binnen vanaf een binnenpad en een ander kwam mijn huis binnen vanaf het buitenpad. En zij droegen vaten met licht op hun schouders. Ze waren niet gevuld met water, maar met licht. En zij zeiden: waarvan de vertaling is: de beloning van dit licht is omdat jij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam groet. Dit was de mate waarin de beloofde Messias van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield. En dit was hoe Allah de Almachtige hem beloonde. De beloofde Messias heeft bij ontelbare gelegenheden geuit dat alles wat hij had bereikt door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam door groeten naar hem te sturen en verloren te gaan in zijn liefde. Hoe kan het dan beschouwd worden dat hij afdwaalde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? In ieder geval moet je je tijdens deze dagen naast het gedenken van Allah de Almachtige vooral richten op het reciteren van Durood Sharif. Mogen Allah de Almachtige snel die zegeningen over de wereld verspreiden die hij beloofde aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Terwijl ze in de Jalsa tent zijn, moeten de dames er vooral voor zorgen dat ze de kinderen die enig begrip hebben bijbrengen dat ze stil moeten zitten tijdens de Jalsa sessies. Het is de training die op jonge leeftijd wordt gedaan, die stevig in de geest blijft. De vrouwen die in de kindertent zitten, moeten ook proberen om niet te veel te praten en in plaats daarvan zich te concentreren op het verloop van de Jalsa. Soms wordt er geklaagd dat de kinderen niet zoveel lawaai maken, terwijl de vrouwen hen als excuus gebruiken om meer met elkaar te praten. Hier moet de nodige aandacht aan worden besteed. Wat veiligheid betreft moeten alle aanwezigen, zowel de dames als de heren, zich bewust blijven van hun omgeving. Dit is een belangrijke manier van veiligheid. Lees ook aandachtig de richtlijnen in jullie programma's en handel er ook naar.
Mogen Allah de Almachtige iedereen op de beste manier laten profiteren van de Jalsa, ons beschermen tegen elk kwaad en ons overladen met zijn genade en zegeningen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.